Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het opnieuw tijd voor Mask Time! En net zoals vorige keer breng ik hetzelfde maskertje aan. Ik vind het momenteel geen ander. En dit is het Skin Softening Yogurt Mask. En ik was ook zo'n super grote fan van dit prachtige masker. Oké, de timer staat en het is tijd om aan deze video te gaan starten. Het is momenteel donderdagavond om 9 uur als ik dit film. En de reden waarom ik dit nog zo laat film is het feit dat ik morgen vertrek op een surprise meet-tripje. Ik weet nog niet waar ik naartoe ga. Ik weet wel al de weersvoorspellingen. En aan de hand van de weersvoorspellingen denk ik dat ik naar Sevilla ga in Spanje. Maar of dat waar is, wordt morgen pas bevestigd. En ik ben zo blij om op reis te gaan. Yeah. Ik ga daar naartoe tot en met dinsdagavond. Dus op het moment dat deze video online staat, ben ik daar nog. En waarschijnlijk ben ik op de tijd van uploaden van deze video al volledig verbrand. Deze video ga ik dan ook uploaden in de hostel of op de luchthaven. Want ik ga deze bewerken op de trein of in het vliegtuig. Maar ik heb er wel alleszins heel erg veel zin in. Maar even over iets anders. Daarna heb ik mijn voorlaatste examen gehad. Woensdag heb ik mijn laatste examen. Mijn laatste examen is copywriting. En vandaag moest ik mijn haalbaarheidsstudie voorstellen. En ik ga zo blij zijn als het jaar er eindelijk op zit. Ik heb hier zo lang naar verlangd. Maar dan echt zo lang. Ik ga eindelijk vrij zijn en beginnen mijn werk te zoeken. Maar voor ik vast ga werken, ga ik eerst nog een vakantiejob doen bij de post. Joepie! Ik ga waarschijnlijk aan het loket zitten in de post in Ieper gedurende haar examentijden. Dus als je van Ieper bent en je kijkt mijn video's, kom gewoon een keer goede dag zijn en eind augustus, begin september. Als ik moet werken. Ondertussen is Blogger ook uitgekomen, de juni-editie. Ik ben terug super, maar dan ook super trots op Blogger. Blogger is een magazine voor en door bloggers, maar ook voor andere jongeren. Vooral vrouwelijke jongeren. Die een passie hebben over fashion, beauty, travel. Van alles staat er iets in. En het is op 12 juni online gekomen. Het heeft ook een Facebookpagina. En een Instagram pagina, dus like deze gewoon zeker. Ik ga ze proberen hieronder te linken als ik het niet vergeet. Waarschijnlijk wel. Daarom moet ik dus echt bullet points opschrijven. Afgelopen dagen was het dus echt zo warm. Zo warm. En ik kan daar niet tegen mee. En ik ga nog maar een warmer rond. Dus daar ben ik echt super bang van. Alleen niet bang. Hoe zeg je dat? Ik weet echt niet hoe je het zegt. Ben momenteel trouwens een boek aan het lezen. Wil jullie weten welke? Ik ben dit boek aan het lezen. Harry Potter en de Relieken van de Dood.
Dit is het laatste boek in de Harry Potter series. En in tegenstelling tot de films is er maar één boek. Ja. Ik was de halfvolle vrienden aan het lezen op het station. En ik snap het. Want die kent waarschijnlijk niks van Harry Potter. Die heeft waarschijnlijk nog geen enkel boek van Harry Potter gelezen. Maar die vroeg, toen ik de Half-Bloodprint aan het lezen was, is het het eerste deel of het tweede? Maar het is maar één boek bij de Half-Bloodprint en één film. Het is de Relieken van de Dood die in twee films is gesplitst. Ik ben ook enkele fandoms opnieuw aan het bekijken. Ik heb Divergence opnieuw gezien. Ik ben nu de Hunger Games opnieuw aan het kijken. Want ik vind dat twee superleuke fandoms. Ik werd eigenlijk geïnspireerd om Divergence opnieuw te bekijken na het lezen van het verhaal van Four. Een heel mooi boek. Die jammer genoeg nooit verfilmd gaat raken waarschijnlijk. En het geeft gewoon het verhaal van Four weer. En hoe hij het verhaal meemaakte. Drie hoofdstukken van het boek van het verhaal van Four zijn voordat hij... Triss ontmoet. Ik was eventjes haar naam vergeten. En één is tijdens hij Triss ontmoet, maar niets overlapt eigenlijk. Super hard het verhaal. Aangezien zijn viewpoint heel anders is dan wat we hebben al gelezen in de Divergent trilogie. Mijn blog ligt ook een klein beetje stil voor het moment. Dat komt gewoon door het warme weer. Het ging gewoon niet om te schrijven. En daarvoor was ik op reis. En nu ga ik weer op reis. En dat vind ik super tof. Maar daar worden er geen artikels van geschreven. Want al mijn reisverhalen gaan op mijn reiskanaal komen. 12 Days of Summer, die binnenkort gaat launchen. Ik weet eigenlijk nog niet wanneer. Binnenkort. Daar ga je mijn travel vlogs van Manchester op vinden. Van Amsterdam. Van Sunpark. En dan ook van deze surprise meetrip als ik terug ben. Ik heb je ook. Ik denk trouwens dat de maskertje super goed gaat doen in Sunparks. Ben ik echt heel hard verbrand geweest. En het is de eerste echte voeding na Aftersun dat mijn gezicht krijgt. Dus ik denk dat dat geen kwaad kan. Wil ik jullie nog iets vertellen? Niet meteen, nee. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet zeker niet mijn vlogs te checken als je meer wil weten over mijn dagelijks leven. En dan zie ik jullie snel weer. Doedels!